Sander. Ja. Aan jou de eer. Ja. Om een koffer open te maken? Nee, nog niet. Nee. Aan jou de eer om te vertellen welke beller het nummer wel te verstaan een vakantie gaat winnen. Dat wordt beller nummer 18. Nee, joh. Beller nummer 7912. Nee. Hé, maar 18. Ja. Nou. Ja, jij mag het zeggen. Oké, 7912. Nee, alsjeblieft. Nee, dan wordt het beller. Is 18? Vind je ja, dat is 18. Ja, dat is. Oké, dan wordt het beller. Dan moeten mensen gewoon een beetje opschieten. heb ik al verteld dat ik mijn sperma heb ingeleverd? Jezus. Oh, dat doe ik een ander keertje. Goeie cliffhanger. Beller nummer. Je hebt toch geen. Wat? Je hebt toch geen sperma meer? Jawel. Jij hebt het toch doorlaten? Ja, maar dan heb je nog wel sperma. Nee, het zijn losse flodders. Alleen het doet niks meer. Er moet wel wat te slikken zijn natuurlijk, hè? Jij bent gesteriliseerd. Ja, dus dan hebben ze een stukje zaadleider ertussen uitgeknipt. Nou, en die spermetjes kunnen nu niet meer dus bij het sperma komen. Dus je blijft wel zaad produceren, maar... Er kunnen geen kinderen meer van komen. Er zitten geen spermetjes meer, maar dat willen ze toch even zeker weten. Dus vandaar dat ik dinsdagochtend om 8:00 een afspraak had om het in te leveren. Dacht ik, dan ga je zo'n tochtige kamer in. Maar nee, je moet het allemaal thuis doen. Dan krijg je een bakje. Nou, dat bakje, kan ik je vertellen, Koen Zwijnenberg, was niet bijster groot, zeg maar. Dus ja, dan sta je daar een beetje te hannissen. Alleen, ja, ik heb 4 kinderen. 7:45 staat. Ik had gewoon de doodsangst dat elke minuut een kind kon binnenkomen. Nou, en dan kan je niet zeggen, papa, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben je Sinterklaas-surprise alvast aan het maken. Dus het is, het had even, ja. En het heeft met. En jij bent sowieso geen ochtendwipper natuurlijk, dus... Nee, jij was ook niet helemaal in de stemming. Ik ben ook geen ochtendrukker, ben ik ook niet. Nee. Maar dan ga je dus met dat bakje... Oh, in je binnenzak. Dan ga je op fietsie en dan ga je... Fiets ik, ja. En dan ga je naar zo'n balie en zegt hij, alstublieft. Ja. En dan moet het nog warm zijn. Dan moet het nog warm zijn. Er mag 45 minuten tussen het produceren van het product. Zo. Dat is toch ook, dan weten ze dus precies dat jij al een uur geleden nog... En dan kom ik met mijn bakje staak daar en dan zegt iemand... Hé, je bent van de radio!